In deze derde aflevering van Winterdienst ga ik met deze mooie strooiers op pad om de gratis bestrijding het echt te ervaren. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Dit is de plek waar ik het binnenkrijg van het meetstation. Wat we bijvoorbeeld hier zien is dat de weg vochtig wordt. En hier is de 0 graden lijn. En dan heb ik het over niet de luchttemperatuur, maar echt de temperatuur van het wegdek. En dan zien we dat hij eronder gaat raken. Nou, in combinatie met vocht, en dat geeft het hier eigenlijk aan, dat ze bevriezing ijs op de weg krijgen, hebben wij dus hier de noodzaak om te gaan strooien. En die beslissing, ja, die nemen we natuurlijk al vooraf, want dit is een verwachting, hè, waar we een aantal uren vooruit kunnen kijken. Hier zullen wij dus besluiten tot een strooiactie. Nou, zo werkt het dus. En voordat we weg gaan, eerst wat werk- en veiligheidsinstructies. Beginnen en ik mag met Pascal meerijden, gaan we de weg op. Je hebt verschillende soorten strooiers, grote en kleine. Kan je wat over deze strooier vertellen? Dit is een fietspad strooier. Daar rijden we mee door de kleinere dorpjes eigenlijk. De smallere weggetjes. We zullen met de grote strooiers dus die op de grote wegen rijden eigenlijk. De grote strooiers kunnen snel weg in de N-wegel. Juist, klopt. Deze hebben een breedte van maximaal 8 meter geloof ik en een grote 12. Hey Pascal, het is nu randje winter. Dat betekent dat jij straks waarschijnlijk best vaak uit je bed gebeld gaat worden deze winter. Ik zou misschien wel denken van ja, dat is wel pittig. Maar daar valt eigenlijk wel mee. Eigenlijk kun je er wel goed op bouwen. Je kan bijvoorbeeld al aardig zien of het koud wordt, ja of nee. Maar het mooie natuurlijk aan het werk is dat je toch een steentje eraan bijdraagt om voor het overige verkeer ervoor te zorgen dat, dat ze veilig de weg op kunnen. Dat is een stukje verantwoordelijkheid natuurlijk wat je hebt voor de overige weggebruikers. We gaan nou rechtsaf. Komen op het begin van mijn route komen we uit. En dan schakel ik eigenlijk vanzelf in. Dus een stukje, we moesten eigenlijk even naar de strooiroute toe rijden. Klopt. En van wie ga je echt strooien? Ja, zeg maar. Kijk, van dit moment gaat hij aan. Je ziet hier aan het propellertje met de blokjes erachter dat hij aan staat. Ja. Dan zien we hier de hoeveelheid gram dat we strooien en de breedte van de weg die we strooien. Nou Meindert, jij bent hier vanuit de opdrachtgever, Hollands Kroon. Wat is voor jou nou belangrijk bij goede gladheidsbestrijding? Wij verwachten dat onze aannemer zorgen dat onze wegen niet meer glad worden. En dat wij evengoed de communicatie hebben met de aannemer om te kijken wat er gebeurt. Wij moeten goed op de hoogte blijven van wat er is gestrooid. En vroeger, toen deden jullie het zelf, jullie besteden niet altijd uit, toch? Nee, vroeger hadden we volledig een eigen beheer. En toen door een fusie en een andere manier van werken hebben wij duur en vermeer dit contract aangeboden om ons compleet te ontzorgen. En hoe bevalt het een beetje goed, Meijner? Ja, wij hebben nu een jaar gedraaid met duur en vermeer en ik mag persoonlijk wel en de rest van de Hollands Kroon toch wel kunnen zeggen dat het erg soepel verloopt. Oké, want vorig jaar toen was het plotseling glad en hoe is dat opgelost? Ja, snel schakelen, dat is voor ons ook heel belangrijk. Wij moeten op een korte termijn kunnen schakelen met duur en vermeer en dat gaat eigenlijk gaat dat heel goed. Nou, super tof om te zien allemaal, veel geleerd en ook mooi om te zien dat duur en vermeer dit met veel verantwoordelijkheid oppakt. En dat de veiligheid van de weggebruikers op één staat, net als bij Duur en Vermeer zelf. Nou heren, dank jullie wel. Ik zie jullie de volgende keer. Jos, en we weten hoe laat je moet bellen uit je bed, hè? Ja, bel jij me maar uit mijn bed. Oké, hoi.